Ja. Dat u hier allemaal heel veel momenten van geluk mag vinden. En dat gaat wel lukken. Ja. Nico die zal wat meer vertellen over ons erfgoedhuis. En daarna zal wethouder Schreurs officiële opening doen. Goed zo. Dankjewel, Angelique. Beste mensen, afgelopen maandag kwamen hier mensen binnen om de catering van vandaag van u te regelen. En de eerste vraag die ze stelden, jullie ruimen die rommel toch wel op die hier op tafel. Maar daar gaat het ons juist om die rommel. Wij werken aan de overblijfselen van het verleden om het heden en misschien ook wel de toekomst wat leuker te maken. En dat doen we hier in dit gebouw, maar wij gaan ook de straat op. Wij denken... wij gaan ook de straat op, want wij denken of wij vinden dat wij Eindhoven leuker kunnen maken door er verhalen te vertellen en herkenbaar te maken in de openbare ruimte bijvoorbeeld. Daar kom ik toch wel eens op terug. Wij zijn hier heel uitdrukkelijk geen museum. Wij hebben hier alleen maar een gedeelte van onze opslag staan. En dat is in eerste instantie heel veel archeologische opslag. Maar we hebben ook mogen putten uit de collectie van het voormalige Milieu-Educatiecentrum. En gelukkig ook kunnen wij laten zien dat Eindhoven veel meer heeft dan archeologische rommeltjes. En de Eindhoven Museum hebben wij ook delen van. Bovendien, en wat heel interessant is voor ons, voor de samenwerking, op de verdieping hierboven zit de Stichting Eindhoven in Beeld. En die verzamelen beeldmateriaal met commentaar erop over Eindhoven en dat is ook toegankelijk. Wij gaan daar innig mee samenwerken. Ook door de ambities die we hebben, die we op de gemeentelijke website niet kunnen uitvoeren. Met Eindhoven in Beeld gedaan via een website, waardoor heel veel archeologische informatie daar te plaatsen. Overigens werken wij niet alleen voor Eindhoven, ook voor Helmond, maar ook voor elders voor de regio. En wij hopen in de toekomst ook iets structureels te kunnen maken in die samenwerking. En daar komen we dadelijk ook nog even op terug. Heel belangrijk in dit gebouw is de samenwerking die bestaat en met name de samenwerking tussen met vrijwilligers. Dat is Eindhoven Beeld, de archeologische vereniging. Zonder hun kunnen wij echt niet functioneren en dan kunnen we nu al de deur op slot doen hier. Het is echt een wezenlijk onderdeel. En al eigenlijk proberen wij de identiteit van de Eindhovenaar of van lokale mensen wat gaan benadrukken met kennis over hun eigen verleden. De archeologische bedrijvigheden hier in de regio zijn heel erg versnipperd. Er lopen een hele hoop bedrijven rond die opgravingen doen, commerciële bedrijven. Maar we hebben ook drie vaste archeologen, eentje voor Helmond, eentje voor Eindhoven en eentje Ria Bergfans voor de regio. En wij vinden dat wij veel praktischer kunnen werken als wij bij elkaar zitten een paar dagen in de week, bijvoorbeeld in dit gebouw. Dat willen we in ieder geval gaan doen en met vrijwilligers is dat eigenlijk al georganiseerd. Want de vrijwilligers die hier werken, die komen uit heel Zuid-Oostelijk Brabant. In Nederland is sinds 2007 de wet op de archeologische wet van kracht. Archeologie is voortaan een verplicht onderdeel van de ruimtelijke ordening. En eigenlijk jaren daarvoor zijn veel overheden al in de geest van die nieuwe wetgeving gaan werken. Het gevolg is dat er verschrikkelijk veel is opgegraven in Nederland. En een van de nieuwe regeltjes is dat archeologen dan ook een verslag moeten schrijven van hun opgave. Die zijn er ook een hele hoop. En we hebben nu in Nederland geloof ik iets van 25.000 archeologische rapporten. Met als gevolg dat wij door de bomen het bos niet meer zien. En nou heeft de minister geld beschikbaar gesteld om een nieuwe kenniskaart van archeologisch Nederland te gaan maken. En daar zijn 7 pionierprojecten, als ik het zo mag zeggen, voor geselecteerd. En daar komt Zuid-Nederland ook heel goed tot in de orde. Maar een van die gebieden is oostelijk Noord-Brabant. Want daar is verschrikkelijk veel opgegraven. En sommigen, de universiteit noemen het nu al een van de best onderzochte gebieden van Europa. Op archeologisch gebied. Maar
De samenhang ontbreekt nog. En wij hebben van de Rijksdienst samen met het bedrijf Waak in de Bos een mooie klus gekregen door, om een synthese te gaan schrijven de komende 2 jaar. Over wat we eigenlijk geleerd hebben hier over het verleden. En ik ben er persoonlijk heel erg trots op dat ik daaraan mag meewerken. Dat bedoel je? Ja, we weten allemaal dat de plek waar we vandaan komen, dat die speciaal is. En als daar iets meer over verteld kan worden, dan luisteren we altijd extra. En het is zelfs zo dat als je een tijd lang ergens woont, dat je dat, ik kom zelf ergens anders vandaan, dat dat ook op die manier gebeurt. Je kunt er letterlijk niet genoeg van krijgen, want je leeft op die plek en die plek wordt heel erg bepaald ook door dat verleden. En elke snipper die je vindt, die koester je alsof het een diamant is. En dat is het ook. Want wat is belangrijker dan het verhaal dat we met elkaar kunnen vertellen? Dat is trouwens nooit een klein verhaal. Want het is wel dat het op die plek begint, maar er hangt altijd zoveel mee samen. Het DNA-onderzoek, wat nog steeds gepubliceerd moet worden. Het gaat er vooral om dat het altijd ook terugkomt in de toekomst. En het is belangrijk, want het is van waarde. Daarom is het zo belangrijk dat dit de plek is waar het zichtbaar wordt gemaakt. En niet op een manier dat je alleen maar er langs mag lopen. Je kunt het hier ook doen. Daarachter wordt gerestaureerd. Er zijn nog veel meer dingen die hier gedaan kunnen worden. Maar je kunt er een onderdeel van zijn. Een onderdeel van het boven de grond halen. Wat jouw geweldige organisatie al heel lang doet. Dit is een van de grote waardes van onze regio. Hè? Dat het gebeurt door al die vrijwilligers. Want anders lukte dat allemaal niet. Daarom is hier zoveel opgegraven. Je kunt het beschrijven, je kunt het analyseren, je kunt er verhalen omheen schrijven. Dat is zo mooi aan deze plek. Het is ook erg mooi dat het aangevuld wordt met de mensen van Eindhoven in beeld. En ook dat je het concept van een boom hebt gebruikt. En weet je wat grappig is? Het is bij elkaar gekomen het basisidee was de tuinstad. En wat we nu aan het doen zijn is kijken wat dat in deze tijd kan betekenen. Omdat we moeten nu onze stad ook weer veranderen. Ja. Dus misschien moet je er een opzetje bij maken dat je meteen zo'n hele mooie kruin krijgt. Ik heb al een opzetje met de... Ja? Weer met hele andere verhalen uit een andere tijd. Ik heb begrepen dat ze hierboven erg goed den aard hebben gevonden, op zijn Brabant gezegd. Kom dan, ik was gek. Maar dat is niet het enige. Dit is ook iets wat van de hele regio samen is. Dus officieel doen we dat met Helmond samen, omdat we daar de verplichting hebben. Maar tot mijn grote genoegen kan ik ook de voorzitter van de OTSOP even naar voren roepen. Hallo. Hi. Nou. Ja, dit is even improviseren natuurlijk. Je komt de hele tijd eigenlijk handen tekort. En wij in Eindhoven hadden natuurlijk ook te maken met mensen die uit onze eigen organisatie weggingen. En dat wordt dan wel ook samen met Helmond gedaan, maar dan is het nog steeds tekort. En dan maken we het liefst gebruik van organisaties die er zijn en die dat soort dingen kunnen leveren. En dat is dus de OTSOP. Daar zal niemand het bij gezocht hebben. Maar ook dat soort dingen kunnen we in regionaal verband veel beter regelen dan als we het in ons eentje doen. En als dit gebouw nou ergens voor staat in zijn geheel, dan is het wel dat als je dingen met elkaar doet, dat je in staat bent om dingen te realiseren die anders niet kunnen. Dus Beeldenstorm zit hiernaast, maar dankzij het feit dat archeologie ernaast intrekt, zit er ook een soort betalingen onder dit gebouw. Zo simpel is het. Maar Beeldenstorm is weer zo open dat ze zorgen dat ook de mensen die met glas bezig zijn daar hun plek kunnen vinden. En dat de jongeren, de studenten van de designacademie daar allerlei dingen kunnen doen. En van de TU. Dus eigenlijk, als je hier
naar kijkt, dan is dit hele gebouw natuurlijk typisch is, typisch waar Eindhoven onbekend staat. Jo, kom mee, dan gaan we het samen doen. Maar dat is niet beperkt tot Eindhoven. Dat geldt voor deze hele regio. Dus dit is ook een plek voor de hele regio. Maar wij zijn wel erg blij dat het in Eindhoven is. Dus daar staat een beeld. En dat beeld, dan denkt u, goh, is dat opgegraven? Nee. Het is een beeld van een wolf. Eigenlijk meer een kruising tussen wolf en een mens. Dat zie je ook aan het poster. En ik heb het gemaakt omdat ik heel erg van wolf hou. Ik denk dat wij toch ook speciaal onze archeoloog moeten bedanken. Nico. Ik heb mijn best gedaan. Bedankt. Dat u hier allemaal heel veel momenten van geluk mag vinden. En dat gaat wel lukken. Ja, dankjewel.